Hij noemt een roti roll. Meneer, dat is een roti. Je ziet allemaal mannen en die kijken en weet je, als ze smurken, dan weten ze waar het vandaan komt. Hey, fuck up, hè? Welkom bij Fijn Proeverij. De naam is Rotje, je kent me wel van Shea Mucha's koopprogramma van Complex. We gaan dit seizoen gaan wij even overal langs, langs alle festivals. Praten over het eten, een beetje proeven, kijken wat er allemaal gebeurt. Wat er wordt gepocht dat het tegenwoordig culinair is. Er is niet alleen patat en frikadellen op de festivals. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dat even checken. Pijnproeverij op Lowlands. En we zijn bij de Chinees. En dan wat ik echt aanraad is onze dumpling vega en onze dumpling kip. Maar jij eet vlees, dus dumpling kip dan? Ik wil de dumpling vega ook proberen. Maar ik heb ook iets gezien op je menu wat ik echt wil testen. En dat is de vegan Peking eend. Dat kan ook. Ik ga het even testen. Dom is. Het heeft nog een beetje die smaak ook nog. Zeg eerst, vegan of kip? Kip? Oké. Okay. Ah, ja, oké, okay, ja. En nu vegan, hè? Het lijkt alsof men tegenwoordig meer moeite in de vegan doet dan in de kip. Maar kom maar naar hem. Ga even kijken. Oké. Okay. Mijn oordeel. Ja. Voor de tijd hoefde ik geen rotje te geven, want ik hoefde niet in de rij te staan. Ik kon gewoon de zijkant checken. Dus ik heb 2 rotjes in totaal. Eentje voor de smaak, top. En eentje voor de service en hoe het eruit ziet en hoe het gepresenteerd wordt. Helemaal top. Waar moeten we eten? Waar moeten we eten? Wat raad jij aan? Een tacootje halen bij Smoky Goodness. Wie mag geproefd, is heerlijk? Heerlijk, man. Oh, oké, okay, kom, we gaan nu. Wakka. Is goed, thanks, ouwe. Hi, we staan nu in de rij bij Smoky Goodness. We gaan een taco bestellen. Er is muziek. Er zijn gezellige mensen en ook, hopelijk, lekker eten. We horen het zo. Je ziet de kaas smelt eruit. Oh, jee. Gaan we proeven. Ja, 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 lego. Dit is de rund. Ik ga hem even proberen. Qua presentatie, zoals je het ziet, en service aan de mensen zelf, hebben ze sowieso een rotje. En het was best wel snel, ik ga niet voor je liegen. We hebben ons eten misschien binnen 10 minuten gehad op een festival. Teken ik voor. Ook een rotje. En tenslotte, het allerbelangrijkste natuurlijk, de smaak. Hé, hey, die shit was gewoon lekker, man. Ik ga niet voor je liegen, pè. Weet je, dus die tacos aan die mannen wandelen. Zelfs die vegan taco wandelt ook. Dus 3 rotjes. Die mannen hebben een volle pot te pakken. Let go. Later, spè. Volgende, volgende. Ai, fijn proeverij hier op Lowlands. We zijn hier bij USA Barbecue. Ook van de Smoky Goodness. Je mag gaan, hoor. Ja, ik zie je sluipen. Ja, ik zie je sluipen. Je kan gaan. Check hem. Hij komt rustig erbij staan. We gaan dus 5 smoke wings. En hoe werkt die beefballs? Dat zijn een bakje en er zitten 5 van die beefballs in. En daar heb je paprika, mayo bij. En dan komt dan vervolgens een paar nootjes overheen. Fijn proeverij. We zijn nog steeds bij de Smoky Goodness bezig. We hadden net hun tacos. We gaan nu hun barbecue, USA barbecue testen. Cheers. Ja, wel hoor. Ja? Ja? Weet je wat ik mis? Ik mis peper. Jawel. Een kleine peper. Ja, ga die mic even neerleggen. Ik moet goed eten. Maar voor qua tijd heeft de Smoky Goodness heeft een rotje. Heel snel, 7 minuten had ik mijn eten al. Als ik kijk naar presentatie van hoe de mensen eruit zien, hoe de tent eruit ziet en het eten zelf gepresenteerd is ook een rotje. En qua smaak ook een rotje. Het ziet er heerlijk uit en het smaakt ook heerlijk. Lego, 3 rotjes. Fijn proeverij. Pam. Indonesisch eten met Indonesische mensen die het maken. Huh? Hoe geweldig gaat dat zijn dan? We gaan de nasi eerst proberen.
Indonesische nasi, geen Surinaamse nasi. Maar ik ruik wel waar het vandaan komt, onze nasi. Doop om te proeven eigenlijk. Is grappig, het verschilt eigenlijk niet eens zoveel. Het is echt is gek hoor, bijna niet eigenlijk. Even de bami proberen. Mm-hmm. En ik ga even die saté proberen. Als ik het moet beoordelen, ga het snel doen. Service. Tuurlijk gewoon een rotje. Presentatie, ja. Kan ik geen rotje voor geven, want hij heeft het nu gewoon bij elkaar gezet. En voor de smaak zou ik zeggen, ook een rotje. Nasi, bami, waar het eigenlijk vandaan komt. Dus daar zitten we nu op hoeveel rotjes? Drie rotjes hier zo. Maar tuurlijk, oesters zijn best wel nice, man. Ja? Ik hou sowieso van zeevoedsel. Ik ben een island boy, toch? Ik heb het nog nooit gegeten. Ik heb het één keer gegeten. Toen ben ik naar Namki gegaan om oesters aan Namki te eten. Bro, het was die kino. Ik dacht, ik ga kijken. Maar ik wist niet beter. Nee. Dus toen ben ik gegaan. Nee, je moet geen oesters van Namki eten. Dat is echt de grootste fout die je kan maken, man. Kijk, ik heb jaren geleden trauma gehad met oesters. Daarom, dus oké. Okay. Ik ben bang, bro. Oké. Ja? Prust. Aangang. Het is bijna als sardine of zo. Ik ga lam kijken, G. Hoeveel uur zit hij er al in? Ik denk 5 uur, 6 uur. Minimaal. Minimaal, zodat je moet hem lekker krokant hebben aan de buitenkant, maar ook lekker maas en lekker sappig aan de binnenkant. Jullie horen het, hè? Dit is liefde voor eten. Dit is geen snelle hap, hè? Ik ga eerlijk zeggen, het eten op festivals is veranderd, man. Ja, meneer, kijk eens wat ik zie. Surinaams. We gaan het even testen, hè? Ben benieuwd. Oh, traditionele kleding. Hij noemt een roti roll. Meneer, dat is een roti. Roti kip. Oké, wat heb ik gekregen? Oké, mensen, we hebben de masusa lesi met rode kip. We hebben de roti. We hebben broodje kip curry. En broodje rode kip. En we hebben... Madame Jeannette. Oké, ik ga proberen. Ik begin met de masus. Ik ga jullie gewoon eerlijk zeggen, ik ben zo blij dat ik deze spot gezien heb, gevonden heb en mogen ervaren heb en mogen proeven heb. Wauw. Dus ik mag nu mijn rotjes uitdelen. Nou, tijd. Een rotje. Lego. Presentatie en service. Weet je wat? Ik ga gewoon 2 rotjes gewoon. Want ze hebben pangies aan, pa. Ze hebben pangies aan. Ook nog eens het eten was ook on point, ook een rotje. Dus al met al hebben ze de 4 gekregen en ze krijgen nog een extra van mij. Omdat ik het gewoon, die hele algehele ervaring, ze gaven me gevoel dat ik Osso was, man. Let go, man. 5 rotjes. Dan niet, ja. Ay, fuck up, hè. De 5 proeverijen, het was een gekke dag hier op Lowlands. We hebben gekke dingen gegeten. Ik heb oesters gegeten. Ik heb vegan taco's gegeten. Ik heb... Oh, dan niet, ja. Shout-out, man. Ik zag Kotomissies en Pangies op een festival, pè. Tot naar de volgende, man. Ik heb er zin in. Let go. Pow.